U hebt de garantie dat in wat ik u ga vertellen geen enkele wroeging zal doorklinken. Ik heb nergens spijt van. Hans Kesting speelde sinds 1987 bij toneelgroep Amsterdam, waar hij een breed scala van rollen vertolkte. Hij speelde in films en is vanaf begin jaren 90 te zien in het tv-programma Klokhuis. Hallo Dido, welkom bij... Kesting werd onderscheiden met de Albert van Dalsemring en de Louis d'Or. Jeetje, dat heeft ook wel lang geduurd, zeg maar, dat hij genomineerd werd. Ja, die man is echt fantastisch. Je herkent hem al meteen, ook al ja, speelt hij verschillende typetjes. Dat is echt een soort jeugdheld van mij geweest, van Klokhuis. Omdat hij altijd van die rare sketches deed. En dat keek ik altijd. Wie heeft dit gedaan? Dit is geen Zwitser chalet. Ik heb geen tijd voor deze onzin. Ik heb altijd ervan gedroomd om op een podium te staan en toneel te spelen. Met mensen in een zaal die ernaar kijken. Liefst veel mensen in een grote zaal. Ik heb altijd gedacht dat dat een heerlijk iets moest zijn. En dat is het altijd gebleven. Nog tot de dag van vandaag prijs ik mezelf gelukkig dat ik acteur ben geworden. En dat het me zo goed is gegaan. En dat ik bijvoorbeeld hier in Amsterdam in die schitterende stad Schouwburg speel al zo lang. Deze hele affaire was zeer pijnlijk. En ook jullie dodelijke wapens, vaarwel. Nu hij zo in de problemen is gekomen. Een grote dierbare vriend van mij en een geweldige toneelspeler, Joop Admiraal, die nu helaas overleden is een aantal jaren. Die zei ooit iets in de trant van dat als je als acteur zegt op het toneel, ik heb het koud, dat iemand in de zaal die kou zelf ook voelt. En dat is denk ik waar. Ja. Je hoopt dat de mensen zo in het toneelstuk zitten wat je brengt met je collega's, dat ze vergeten dat ze zitten te kijken en er helemaal in opgaan.